De wet militair uniform verbiedt niet alle camouflage. De enige die bij het intreden van de wet op 1 januari 2023 wordt verboden, is de camouflage stof die op dit moment in het leger in gebruik is en dan wel tezamen met pet, hemd en broek. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie gaf gisteren een uitleg hierover in de Nationale Assemblée. Wij hebben in de wet aangegeven dat het gaat om minimaal drie zaken. Eén, iemand moet een jas hebben, een broek hebben en een pet of baret hebben. En op die jas moeten ook nog die mouw-emblemen zijn. Dat is een gelijkende identificatie met het uniform van een militair. En dat kan zijn van de uitgangstenu, dat kan zijn van het ceremonieel tenu, dat kan zijn van het gevechtstenu of dat kan zijn van het bijzonder tenu. Dat maakt dat die identificatie groot wordt. Als iemand bijvoorbeeld hetzelfde design aan heeft van een militair, maar in, ik noem maar wat, een rode kleur, dan is dat nog niet het militair uniform. Als iemand, dus ook al is het camouflageprint, maar in een rode kleur of in een gele kleur of in een roze kleur, dan is dat nog niet het uniform. Minimaal moet het zijn de kleuren, de stof en samen. Dan is de gelijkenis ook het meest. En dat is wat we met deze wet beogen. We willen beschermen en we willen het leger onderscheiden. Wie geen militair is, moet niet lijken op een militair. En dat moet ook al op een afstand te zien zijn. Mathura zegt dat het duidelijk moet zijn dat mensen dit uniform niet zomaar mogen dragen. Om de samenleving hierop te attenderen, zullen er vanuit het ministerie voorlichtingsprogramma's worden gemaakt. Dit uniform is alleen voor militairen. En het moment dat je het voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor die instructies zijn, dan is dat misbruik conform de definitie van deze wet. En dan val je onder de bepaling van het verbod. Wanneer we geboden instellen, of verboden instellen dat mensen het uniform niet moeten dragen, dan moet dat ook bekend zijn bij die samenleving. Dan moet dat duidelijk zijn, bekend zijn. En dat betekent dat we 1. Voorlichting moeten opvoeren. Ook openbaar maken wat het uniform is in het Nationaal Leger. En dat gaan we doen. Dus die ruimte moeten we ook hebben, waardoor die samenleving in voldoende mate geïnformeerd is wat kan, wat mag en wat niet kan. Mathura zegt dat het onderscheiden van een militair van een burger heel belangrijk is. De minimale herkenning is wanneer iemand een pet, hemd of broek van dezelfde stof en kleur die wordt gebruikt in het Nationaal Leger aan heeft.